Zaterdag werd de verplaatste Theo Kamp-pakket door Vera Coudoder onthuld in de sportkantine van VVW aan de Westerhand in de Theo Kamelaan. Vooraf sprak Gilles van Zwaluw en verwelkomde alle belangstellenden. Bram Visser vertelde het ontstaan van de Theo Kamp-plakketten, omdat de oud-voorzitter Leo Smit niet aanwezig kon zijn. Dat was in 1985 dat ik gebeld werd door Leo Smit. En Leo zegt, Bram, ik heb je hulp nodig. Hij zegt, ik werd vannacht wakker en toen had ik een brainwave. Ik zeg, nou Leo, vertel. Hij zegt, ik werd wakker en ik dacht, ik ga morgen Gerrit van Balen en Bram Visser bellen, want ik vind dat er een wielerronde moet komen in Wervershoofd ter nagedachtenis aan Theo Komen, die dat jaar daarvoor overleden was. We hebben toen Westfrisia, wielervereniging Westfrisia, hebben we benaderd. En die hadden er ook wel oren naar. En zo is eigenlijk de Westfriese wieler tweedaagse ontstaan hier in Wervershoofd. Met hele goede hulp, moet ik echt erbij zeggen, van Westfrisia. Wij waren dan het bestuur, wij zorgden voor de sponsors en voor de organisatie en dat soort dingen. Maar het wielergebeuren werd eigenlijk helemaal gedaan door Westfrisia. En dan moet ik echt één naam even noemen hier en dat is Herman Schenk. En Herman Schenk was echt de motor achter het wielergebeuren. En als ik dan nog even terugdenk, ik heb al een aantal jaren in dat bestuur gezeten. Het was heel mooi en men wilde graag hier komen fietsen. Ik weet niet of Vera dat kan beamen. We hadden er alles in. We hadden een proloog, we hadden een rondje hier in het dorp. En dan op zondag, dan was de grote rit voor 180 kilometer. Leontien van Moorselum drie keer achter elkaar gewonnen heeft. Dus die heeft drie van die mini plakettes van Beb Stoerum, de kunstenares Beb Stoerum die dat gemaakt heeft, heeft ze in huis. En dat is leuk. En jij hebt er ook een, heb ik begrepen. Ja. Maar er was altijd een strijd. Ook in de Wervershoofd tussen ja. Leontien van Moorsel en Vera Coudoder als opkomende wielrenster. Ja, dat is wel. Ik denk één keer is dat een strijd geweest, inderdaad. Ik was 18, ik was net, kwam van de junioren af. Ik was daar twee keer wereldkampioen geworden, Europees kampioen, Nederlands kampioen, et cetera. Dus ik was eigenlijk de opvolgster, de beoogde opvolgster van Leontien. Dus ja, die voelde haar de hete adem destijds in de nek. En ook in de West-Friese wielen tweedaagse. Op het Naviduct reden we toen, bij de opening van Naviduct. Met, ik denk, 80 liter zand wat er toen weide. Windkracht 6 zo'n beetje. En het was een waar slagveld. Dat was een van de meest heroïsche wedstrijden die ik in mijn loopbaan heb gereden op de Naviduct. Het was op, af, op, af. Het was echt een ware klimcriterium. Met heel weinig finesses. En ik bleef over met Mirjam Melgers, de wereldtopper, en Leontien. Nou ja, die speelde het spelletje en ik verloor op een wiel ongeveer van Leontien en werd ik daar tweede. En toen de dag erna de omloop, hè, de klassieker, ook weer heel veel wind, heel veel regen. En ik wist me toch weer als 18-jarige ertussen te mengen. En uiteindelijk werd de sprint van een klein groepje. Het was ook weer een slagveld. En ja, daar zat ik ook weer nipt achter Leontien. Dus het was een tweede plek in het eindklassement. En Leontien, die, ja, natuurlijk 13 jaar ouder ongeveer. Dus die kende de fijne kneepjes van het vak. En die wist me ook vakkundig zo richting de hekken te sturen. En ja, daar heb ik ook veel van geleerd. Dus nou, dat was een hele bijzondere ervaring, want ik was toch wel heel trots dat ik als jong broekie ja, echt tussen de gevestigde wereldtop, Olympische top, echt ja, op een wielafstand zo kort bij de overwinning kwam. In de Theo Komen plaketten dan had ik zware omstandigheden nodig, wilde ik kans maken op het podium. Dus ik heb een aantal keren podium gereden, want dan wist ik in de sprint toch wel nog dichtbij te komen, maar dan net die overwinning niet. En in 2018... lukt het eindelijk en iedereen reed natuurlijk op mijn wiel, want iedereen wist dat ik wilde winnen. Dus het was 10 keer zo moeilijk dan elders in de wereld een koers rijden. En toch wist ik na 50 keer demareren eindelijk los te komen in de finale, in de polder bij de Medemblik. En toen ja, wist ik natuurlijk ook de weg naar Wervershoofd op mijn duimpje. Ik wist waar de wind vandaan kwam, waar ik achter de bomen moest zitten, et cetera. Dus, ja, toen was het wel een hele mooie lange solo van een kilometer of 20 uit mijn hoofd. En toen wist ik met heel veel voorsprong hier solo aan te komen op de Ravijselaan. Dus toen had ik hem eindelijk te pakken. Dus het was een dag met weer heel veel wind. En toen was ik heel blij omdat het voor thuispubliek was. 3, 2, 1. Yo! Daar is het naar jou. Yo! Nou, hier is de plaket. Gemaakt door Beb Stoerum. Kijk, hier is een herinnering aan sportverslaggever Theo Komen, promotor van West-Friesland en van de wielersport, overleden door een noodlottig ongeval op 5 april 1984.
Mooi dat de pakket er nu geplaatst is waar hij goed tot zijn recht komt. Hartelijk dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Het was toch nog een hele klus.